In eigen land judoën straks, dat is toch altijd iets speciaals, denk ik. Ja, zeker weten. Weet je. Je doet in Nederland en dan heb je natuurlijk alle toeschouwers zijn meestal ook allemaal Nederlands. Dus dan heb je wel de crowd, zeg maar, die heb je wel mee. En dat geeft wel een goed gevoel, zeg maar. Dan heb je meer motivatie en zo. Niet lang geleden maakte Chaka Dua de overstap van de junioren naar het echte werk. Hij judode dit jaar voor het eerst een senioren EK en WK. Als je van de junioren naar de senioren overstapt, dat is natuurlijk een hele grote stap. Qua alles fysiek, mentaal is dat een hele grote stap. En ja, alles moet kloppen met topsport. En ja, dan is dat natuurlijk heel belangrijk. En daar had ik wel bij het begin heel veel moeite mee. Maar uiteindelijk is dat wel, ben ik daarin gegroeid, zeg maar. Die groei resulteerde 13 oktober in een gouden medaille op de Grand Prix in Mexico. Shakadeo takes the win. Ja, dat was natuurlijk echt fantastisch, want afgelopen jaar, twee jaar, heb ik niet heel veel laten zien op een Grand Prix, zeg maar. En dat doet wel een beetje wat met je. En dat je dan opeens hier in Cancun, Mexico, een medaille haalt, dat is al fantastisch. En dan meteen ook goud. Ja, het is echt een goed gevoel. En dan ga je ook met een goed gevoel, zeg maar, naar die andere toernooien. Was die gouden medaille voor jou de bevestiging van ja, ik ben echt klaar voor de wereldtop? Ja, die gouden medaille was zeker een bevestiging. Ik verloor gewoon heel vaak op partijen waarvan ik dacht van oké, dit is echt dit is fysiek sterker of dit is conditioneel veel sterker. En als je daar gewoon op traint en op die factoren gewoon hard op traint, dan zie je meteen dat je ook wel mee kunt met die gasten die dan zeg maar, bij de wereldtop staan. En met dat vertrouwen judoot hij vrijdag 16 november in Den Haag. Het doel is in Den Haag gewoon een medaille te pakken en ik denk dat het ook zeker kan lukken. Weet je, ik heb het gewoon laten zien dat ik bij de top hoor, zeg maar, in Mexico. Ja, ik kan wel een medaille halen, denk ik. Ja.